Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video heb upgeload. Jullie kunnen ook mij een bedankje sturen als je het leuk vindt, de content die ik maak. Hier beneden aan de balk zie je de button bedankt. Het wijst hier vanzelf de weg. Hartstikke bedankt voor jullie cadeautjes. En heerlijk om jullie prachtige cadeautjes te ontvangen. Super lief. We zijn aanbeland bij reden voor... Lukt dit nou niet via de button hieronder aan de video? Dan kun je ook op de link klikken die ik in de beschrijving heb geplaatst. En in de reacties onderaan de video. Ik hou van jullie enorm veel. En dan gaan we door met redenvoering 32. We hebben nog twee redenvoeringen te gaan. En dan kunnen we verder aan de slag met nog meer info, nog meer kennis en vooral omzetten hiervan. Redenvoering 32. Jezus. 1 januari 1935. Jezus nieuwjaarsredenvoering. Wanneer wij kijken naar de verwezenlijking van het voorbije jaar vanuit de hogere niveaus van licht en wanneer wij dan komen tot op uw niveau van menselijke activiteit, dan zien en voelen wij de grote verandering die in slechts 1 jaar gebeurd is. Het is echt hoogst bemoedigend en het is de grootste verzekering dat de mensheid uiteindelijk de overwinning zal behalen in de bevrijding van alle zelfgeschapen ketens en beperkingen. Ten slotte is het jammer dat de mensen niet begrijpen dat de menselijke handelingen de enige schepper zijn van alle beperking en disharmonie. Anders gezegd, door het onbeheerste gedrag van het ego staan persoonlijkheden zichzelf toe de volmaakte energie, de zuivere essentie van hun eigen machtige ik ben tegenwoordigheid, voortdurend andere eigenschappen te geven. Zo veroorzaken ze al wat onmenselijk is. Ze hebben nochtans de mogelijkheid om zelf zodanig in harmonie te blijven, dat de volmaakte intelligentie en energie die door hun lichaam stroomt, geen andere eigenschappen kan en zal aannemen. Bijgevolg zou deze energie voortdurend haar volmaakte werk doen. Niet enkel door het menselijke lichaam te verbeteren en ervoor te zorgen dat het goddelijke volmaaktheid uitdrukt, maar ook door toe te laten dat zuiverheid en volmaaktheid uitstromen naar de omgeving van iedere persoon. Terwijl de schoonheid, de harmonie en het succes, waar ieder hart zo vurig naar verlangt, wordt uitgedrukt. Vraag. Waarom verlangt bijna iedereen meer schoonheid, volmaaktheid en overvloed van al wat goed is? Antwoord. Omdat dit een innerlijke erkenning is van ieders eigen door God gegeven heerschappij, die iedereen op elk ogenblik voor zichzelf kan laten gelden. Ik verzeker u, beminde kinderen van het licht, dat iedereen die het wil, op elk ogenblik zijn heerschappij kan laten gelden, door de erkenning en de aanvaarding van zijn eigen ik ben tegenwoordigheid. Want dit stelt deze machtige, onoverwinnelijke tegenwoordigheid in staat de machtige, leidende intelligentie te worden. Ziet u dan niet dat er voor deze machtige tegenwoordigheid geen belemmering is? Bijgevolg ook geen strijd en geen enkele hindernis. Dit is de reden waarom het veel gebruikte oude Bijbelse gezegde: wees rustig en weet dat ik God ben, een stuwende kracht kan worden in iemands leven. Dit gezegde betekent nog steeds dat het lager denkvermogen in harmonie en tot rust moet gebracht worden. Dus ik, het gaat over ik en niet over iets buiten jezelf. Ik ben God. Ik weet dat ik, wees rustig en weet dat ik God ben. Dit gezegde betekent nog steeds dat het lager denkvermogen in harmonie en tot rust moet gebracht worden. Het voorbije jaar trokken we de aandacht op veel uitspraken uit de Bijbel en wij verklaarden hun ware betekenis. Dit jaar wensen wij een volledige verklaring te geven van al de ik-ben bevestigingen die door de eeuwen heen gebruikt werden.
We hopen dat de mensheid hierdoor het bewijs zal zien dat ze de vrijheid en de heerschappij binnen handbereik heeft. We zijn verheugd en dankbaar dat er dit jaar zo'n overvloedige financiële ondersteuning zal vrijkomen voor dit werk. Dat de mensheid onbegrensd licht en zegeningen zal kunnen ontvangen. Wanneer in alle voorbije gouden eeuwen het grote licht van de hogere niveaus op aarde neerdaalde, de mensheid omhulde en haar creaties oploste, konden de mensen door hun innerlijke inzicht, gehoor en gevoel de hogere niveaus bereiken, zodat ze uit eerste hand de ware werkelijkheid kenden. Ze wisten dat het menselijke lichaam slechts het gewaad is van deze alwetende, allerhoogste intelligentie die de machtige Ik Ben tegenwoordigheid gebruikte om zich uit te drukken in het dichte niveau waarin de mens was terechtgekomen. Beminde studenten van het licht, kunt u zelfs maar enkele ogenblikken beseffen welke vreugde dit brengt in het hart van de heerschaar van opgevaren meesters, die zichzelf door zelfbewuste inspanning bevrijd hebben van dezelfde menselijke beperkingen die u nu ervaart. Zoals deze beminde boodschappers deze vrijheid met volle zekerheid hebben leren kennen. Zo zullen alle mensen op een dag begrijpen dat iedereen de noodzakelijke zelfbewuste inspanning kan doen. Door de erkenning en de aanvaarding van deze machtige Ik Ben tegenwoordigheid. Op deze manier kan iedereen dezelfde vrijheid bekomen. Laat niemand van de beminde studenten de vergissing begaan te denken dat de machtige Ik Ben tegenwoordigheid, onafhankelijk, dit de eigen zelfbewuste inspanning van de student zal gaan handelen. Dit is nooit gebeurd en kan nooit gebeuren. Het is waar dat wanneer de student een bepaald punt bereikt heeft, het lijkt alsof de wetten bijna automatisch in werking treden. Maar dit gebeurt enkel omdat er rondom deze persoon een geladen stuwkracht is opgebouwd en gevestigd. Laat me u nu duidelijk zeggen dat u uw bewuste toewijding voor uw vrijheid nooit mag onderbreken totdat u de verheven staat bereikt hebt. Vandaag ga ik enkele eenvoudige, maar hoogst krachtige bevestigingen van de waarheid doorgeven, omdat ik wens dat iedere student onder deze straling hiervan een kopie zou hebben, zodat iedereen dit eens per dag kan lezen. Naar diegenen die dit ernstig en bewust zullen doen, zal ik mijn persoonlijke straling zenden om hen te zegenen en hen te begeleiden naar hun vrijheid. Er is gevraagd om gedurende het voorbije jaar de volmaaktheid van de machtige Ik Ben tegenwoordigheid op te nemen in uw lichaam, uw denkvermogen, uw gezin, uw leefwereld en uw werkzaamheden. Met uw toestemming zal ik u nu helpen en uw wezen en leefwereld opladen. Met deze machtige volmaaktheid en overvloed. Ik bied u deze hulp aan, beminde studenten. Laat niemand zo dom zijn te betwijfelen dat ik Jezus ben, Christus van Galilea, zoals u hem de laatste 2000 jaar gekend hebt, die deze redevoering dicteert en u deze hulp aanbiedt. Laat mij u nogmaals verzekeren dat dit werk van Saint Germain en van mezelf totaal verschillend is van alles wat verspreid is in de westerse wereld. Want dit werk bevat geen menselijke begrippen en overtuigingen. Eertijds was het onmogelijk dit werk te doen, totdat de zichtbare licht- en klankstralen, waardoor kennis en onderricht konden gegeven worden, gevestigd werden. Beminde studenten, indien u dit kunt begrijpen, zullen uw zegeningen en uw verdiensten groot zijn. De bescherming die gedurende de laatste maanden aan Amerika en aan bepaalde andere delen van de wereld gegeven is, overtreft alles wat ik ooit ervaren heb. Indien de mensen dit enkel maar zouden begrijpen, hoe graag zouden ze zich dan niet tot het uiterste inspannen om deze bescherming mee te ondersteunen. Opdat haar allesomvattende krachtige werking steeds zou toenemen. Wij kunnen slechts uw aandacht vragen voor de waarheid, de werkelijkheid zoals wij ze kennen.
wanneer u deze waarheid volledig kunt aanvaarden en toepassen in uzelf en uw handelingen, dan zult u de nodige bewijzen krijgen die u in staat stellen de volledige kracht te kennen van de waarheid waarover ik sprak. Dit zal mij de mogelijkheid bieden het bewustzijn, de leefwereld en de werkzaamheden van allen die deze waarheid aanvaarden, hiermee te verzadigen. Diegenen die twijfelen moeten wachten, want twijfel en angst zijn de twee deuren waar ieder mens moet doorgaan om zijn volledige en volkomen vrijheid te kennen en te bezitten. De sleutel die deze deuren ontsluit is goddelijke liefde in de bevestiging dat de eigen machtige Ik Ben tegenwoordigheid de volheid is van de krachtige werking van de goddelijke liefde. De deur naar het zevende octaaf van licht staat open voor alle beminde studenten, onder deze straling die zich hier oprecht, ernstig en zelfbewust willen aanwijden. Dit, mijn beminde broeders en zusters, betekent uw vrijheid. Kunt u, wilt u. Dit aangrijpen met de volle kracht van uw Ik Ben bewustzijn en vrij zijn. Terwijl ik deze woorden dicteer aan de boodschappers door versterkers die uw dimensie nog niet kent, verspreiden deze woorden en deze straling zich in de mentale en gevoelswereld van de mensheid. En dit treedt onmiddellijk in werking. Wanneer studenten en andere personen van tijd tot tijd contact maken met deze woorden, zullen ze onmiddellijk antwoord krijgen. Dit maakt het hen mogelijk de waarheid en de werkelijkheid waarover ik spreek te voelen. Waarom kunnen de mensen die kerkdienst na kerkdienst mijn verheven staat bevestigen, de ware werkelijkheid niet voelen en weten dat ik in mijn opgevaren eeuwige lichtlichaam iedereen kan en zal bereiken, die zijn hart zal openen om mij te ontvangen? Nou, inderdaad, ze gaan dag in dag uit naar de kerk en ze weet ik veel wat ze allemaal prediken. En ze snappen het nog niet. Ongelooflijk. Kinderen van de aarde, leer uw gevoel voor de waarheid te koppelen aan de erkenning van de waarheid, waarvan u wenst dat zij zich in uw leven uitdrukt. Dan zult u in staat zijn verder te gaan naar elke hoogte van verwezenlijking in uw zoektocht naar vrijheid. Ik ben de open deur die niemand kan sluiten. Uw machtige Ik Ben tegenwoordigheid is de waarheid, de weg en het leven. Uw machtige Ik Ben tegenwoordigheid is het licht dat iedere persoon die op aarde komt verlicht. Uw machtige Ik Ben tegenwoordigheid is uw leidende intelligentie, uw onuitputtelijke bevestigende energie. Uw machtige Ik Ben tegenwoordigheid is de stem van de waarheid die in uw hart spreekt. Ze is het licht dat u omhult met haar schitterende tegenwoordigheid. Ze vormt uw eeuwigdurende gordel van bescherming, waarin geen enkele menselijke schepping kan doordringen. En ze is uw eeuwigdurende voorraad van onuitputtelijke energie, die u naar believen kunt vrijlaten door uw bewuste opdracht. Uw machtige Ik Ben tegenwoordigheid is de fontein van eeuwige jeugd en schoonheid, die u vandaag in werking kunt roepen en tot uitdrukking kunt brengen in uw menselijke lichaam. Uw machtige Ik Ben tegenwoordigheid is uw opstanding in het leven, van uw lichaam en van de wereld waarin u handelt, tot in de volmaaktheid, waar het hart van ieder mens zo vurig naar verlangt. Luister, beminde studenten van het licht, wanneer u deze bevestigingen uitspreekt voor uzelf, en ik zeg deze voor u, ziet u dan niet dat wij dit zowel doen voor de hele mensheid als voor onszelf? Ziet u niet dat wanneer u een bevestiging van en door de Ik Ben uitspreekt, u deze zowel voor alle andere mensen als voor uzelf uitspreekt? Zo krijgt de toepassing en de uitdrukking van de Ik Ben een allesomvattende kracht. Haar werking wordt onuitputtelijk en ze overstijgt voorgoed het rijk van menselijke egoïsme. Waarom? Omdat u voor ieder van Gods kinderen dezelfde volmaaktheid vraagt als diegene die voor uzelf in werking roept. Dit is enkel mogelijk door het gebruik en de toepassing van de Ik Ben bevestigingen. Want wanneer u handelt vanuit de Ik Ben tegenwoordigheid, wordt u onmiddellijk weggetrokken uit de activiteit waarin er menselijk egoïsme is.
Dit is de reden waarom de ernstige, oprechte student, die alle twijfel en angst wil uitbannen, ervaart dat hij handelt in een sfeer van positieve, duidelijk omschreven werking, waar niets uitgesteld of niet volbracht wordt. Beminden, ziet u niet dat u dan handelt in een onfeilbare wereld, waar uw bevestigingen de volle kracht van de ik ben in staat stellen in werking te treden en er tevens de oorzaak van zijn dat alle menselijke disharmonie en beperkingen uitgebannen worden. Ik ga u nu de bevestiging doorgeven die de heerschaar van opgevaren meesters gisteravond samen met studenten op de Royal Teton gebruikt hebben. Zo'n vrijheid, gezondheid, voorspoed en harmonisch werking zullen zich openbaren aan Amerika en de wereld zoals men op aarde nog nooit eerder ervaren heeft. De studenten die zich in deze bevestiging met ons willen verbinden, betonen aan dienst die hen zal zegenen door de eeuwen heen. Enkel omdat Amerika de kelk is. De Heilige Graal spreken we dikwijls eerst over Amerika. Iedereen moet zonder twijfel weten dat wat Amerika zegent, de hele wereld zegent. Een werking en straling met een intensiteit die niet meer gekend is. Sinds het hoogtepunt van de laatste gouden eeuw in Atlantis werd uitgezonden vanuit het conclaaf op de Royal Teton. De beschrijving hiervan zal Saint-Germain u later geven. Ik schenk u, de studenten en alle anderen, de volheid van mijn liefde, licht en zegening. Mogen het licht in ieders hart zodanig versterkt worden, dat u en de anderen niet langer beperkt worden, door om het even wat, mogen het licht zo krachtig worden, dat haar buitengewone uitstraling alle menselijke creaties die zich in het verleden of het heden opgehoopt hebben, verteert en allen voorgoed bevrijdt. Mijn liefde omhult iedereen voor altijd. Jezus Christus. Oh, wat prachtig stuk weer, jongens. Liefdevolle mensen, ik hou van jullie heel veel. Bedankt voor het kijken, liken, delen enzovoort. En ja, inderdaad, schreeuw het voort, zeg het voort, vertel het voort. Ja, iedereen zou dit moeten weten. Dit is de bevrijding van onze geest. Bevrijding van alles eigenlijk. En op naar een hoger bewustzijn waar we al in zitten. Nu nog het beseffen van. Tot volgende week. Dikke kus.